En yo mensen, welkom bij een nieuwe serie! Tasty Planet. Ja, zoals jullie zien in de titel, het is deel 0 vanwege het feit dat ik... origineel, ik heb de game zelf gekocht. Alleen ik speel nu de Flash versie, omdat die games er toch anders uitzien en nostalgia. Ik heb echt al 3 afleveringen opgenomen. En toen besloot ik van, hé, ik ga de Flash versie doen. Dus ik waarschuw alvast voor de volgende afleveringen. Ik ga zeggen welkom bij deel 1. Nou ja, ik maak dit dus deel 0. Maar ik maak dus de hele tijd van, ja, ik kan me dit nog herinneren van de Flash versie. En dan beschrijf ik dingen. Ja, jullie hebben het natuurlijk al gezien. Maar ja, dat is dus opgenomen voor deze video. Dus laten we beginnen. Ik heb er echt zin in. Ik wil echt dit spel... Kijk, er waren maar... Oh, er waren 8 levels. Oké, fair enough. Nou, daar gaan we. Ja, dit lees ik allemaal wel in. En daar ging mijn geluid. Lol. Oh, dit is gewoon nog weer SSD. Dit lag hoort, trouwens. Dit is echt een flash versie. Het is... Ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... Dus, ja. Ik weet niet hoe... Ja. Dit komt uit 2006, laat ik het zo zeggen. Het is een Flash game uit 2006. Die hebben nou niet bepaald... Want mijn OBS zegt gewoon 60 fps. Maar het is gewoon... Het is gewoon heel haperend. Dus ja. Daar moeten we even aan wennen. Zo. Geluid hoort ook zo zacht te zijn. Ja, ik kan er niks anders van maken eigenlijk. Pam pam pam. Pam pam pam. Ik ga ook uitleggen wat je eigenlijk moet... basically, je moet gewoon alles opeten. Alles opeten wat je kan opeten. Ja, en je moet groeien. En je begint eigenlijk in een microscoop. En uiteindelijk neem je de wereld... Of eet je de hele fucking aarde op. Ja. Zo gaat dat. Zilver. Maakt niet uit. Volgend level. Dit lees ik allemaal uit. Dus dit is een soort preview van de game. Ik vind WSD al echt veel fijner dan met muis, holy shit. Ik hoop dat ik dat kan instellen in de game. Misschien is dat mogelijk. Ik ga eens kijken. Want ik heb nooit genoeg plek voor mijn muis, dus. We gaan eens kijken. Zo, de witte bloedcellen. Hoppakee. En in de full version hebben ze geen gezichten. Dat gaan jullie ook zien. Dat ga ik ook zeggen. Van ja, deze gasten hadden allemaal gezichten. In de flash versie. Nou. Zoals je ziet. Dat klopt ook. Goud. Huts. Laten we deze nog even 1 keer doen. Speedrun. Go. Speedrun. Ik wil gewoon alles goud hebben. Ik moet de flash versie uitspelen. Voor mij heb ik nog nooit op elk level goud gespeeld. Dus deze video kan fucking lang worden. Ik heb geen flauw idee. We gaan het zien. Ik mag pas naar een volgend level als ik goud heb. Ik denk dat dat gewoon eerlijk is. Tenzij het level echt te lang duurt. Maar jullie kunnen doorskippen. Dus. Kijk, dit is een veel betere start. Want in het eerste level had ik echt maar een paar dingetjes gegeten. Maar nu stonden ze echt allemaal bij elkaar. Dus dat is wel nice. Hoppakee, door eten. En finish! Yes! Dat zijn al 2 goud binnen. Dat scheelt weer tijd. Oké, ja, dit lees ik ook allemaal wel. Dit heeft ook 1 muziekje. Uiteindelijk zijn het er voor mij 3 of 4. Ik weet niet. Probeer een beetje door het spel heen te speedrunnen. Ja, er komt toch nog een hele serie aan. Ik wou dit gewoon spelen voor nostalgia's sake. En misschien is het leuk voor gewoon in het algemeen. Om bij de serie. Ik vind dat het wel een beetje een andere soort game is. Maar het is toch wel dezelfde game. Het is echt heel erg confusing. Zo. En daar zijn de appits. Ik weet nog steeds niet wat appets zijn. Dat zou ik ook eens even een keer opzoeken. Speedrun! Ze zijn nu millimeter groot. Het lijkt op vlooien of zo. Maar ze houden van bladeren, dus dat lijkt me niet. Uphit. Geen flauw idee wat het is. Ta-da-da. En de ladybugs. Ta-da-da. Ik heb ze echt. Waarschijnlijk is het dat het langzamer voelt als je. Jonger bent, maar deze game voelt me echt heel snel aan. Holy shit. Waar zijn de ladybugs? Ja, daar zijn de ladybugs. Eten. Oké.
Zo. Oeh, dat was even een nice eentje. Moet uiteindelijk de bladeren kunnen opeten. En dat gaan we nu. Zo. Zilver. Boe. Nog een keer. Go. Ik denk dat het heel veel tijd in het eten van de dirt zit. Maar, oh, dat kost zoveel tijd. Wat is dat nou? Aan de kant. Ja, dat is ook weer heel zonde. Zo. Eet stenen. Eet nog meer stenen. Nog meer. Oké, dan weer terug. Deze zo. Oké, pak deze drie. Ja. Deze. Ja, go. Oké, hier zijn er weer vier. Up hits. Go. Eet steen. Up hit. Snel. Pak hem. Ah, ik probeerde die ene nog te pakken. Er zijn drie bladeren, oké. Boom. Kill the ladybug. Boom. Hier. Goed opletten op het pijltje natuurlijk. Die wel alles opeet. Ladybug. Zo. Ladybug weer. Yes. Nog een ladybug. Yes. Oké. En je krijgt de kleur ook. Dat is ook fucking leuk. Boom. Yes. Oké. Heb ik net op tijd die uphit. Zo. Ik noem het al de uphit. Ik weet niet waarom. Maar zo heb ik het gewoon geleerd. Boom. Even die uphit pakken. Boom. En dan zit hier nog een blad. Niet? Oh. Weer zilver. Wat de fuck moet ik halen voor goud? Best time. Oh, ik was 3 seconden, man. Oké, ik moet 51. Moet ik hebben. Oké. Rechtsonder. Nee, linksboven. Kom op. Dit kan ik. De video is al maar 7 minuten, dus ik kan makkelijk dit. En ik moet ook niet tegen die gastjes aanbotsen, want dan verlies ik weer mes. En dat duurt ook weer zo lang. Dus als ik voorzichtig aan doe, en ik speel dit heel rustig. Mijn manier. Oké, dit kost heel veel tijd. Ja, dit gaat niet lukken. Go. Oké, jam. Heel jam. Zo. En deze 5 zijn altijd heel essentieel. Dit is alweer heel jammer. Oké, pak die steen. Oké, ja. Steen. En nou moet het op het punt zijn dat je alle stenen kan opeten. Go. Ik moet snel al die stenen opeten, want die appels beginnen opgegeten te worden. Oké, dat is nice dat daar ik de appels kon opeten. Zo, weer 3. Niks bij de bladeren. Pak ondertussen wel even wat. Oh, ik hoor allemaal gastjes opgegeten worden. Dat was vervelend. Oké. Ja. Dit kost ook weer heel veel tijd. Dit wordt hem ook niet. Oké. Pak hem. Die dirt chunk gaat echt geen verschil maken. Maar ik eet hem zo wel, zodra ik er langs kom. Ja. Dat was lekker veel. Oké, klomp of dirt. Yes. En flomp. Is toch weer eentje erbij. Ik bedoel, why not? Bam. Ladybug, lekker bij elkaar, prima. Doe me lekker. Nu al? Wauw. Ja. What the fuck? Wat een moeilijk level. Nog een keer. Kom op. Zo. Kijk, dat zijn nou niet van die dingen dat ik moet doen. Als ik eentje vergeet, dan dat ik weer zo'n cirkeltje maak. Dat is het hinderlijke. Oké. Yes. Pak die. Ja. Eet. Oké, gelijk naar boven toe. Aan de kant. Eet. Eet. Ik moet zo'n appit pakken. Snel. Als ik nu geen appit heb, dan kan ik net zo goed restarten. Ja. Hoppakee. Kijk, daar zou ik op te wachten. Nice. Weer 2. Oké.
Je moet ervoor zorgen dat jij gewoon alles opeet en niet die fucking ladybugs. Dus nu alles wat linksonder zit, terwijl hun rechts boven zitten. Dus dat is wel nice. Daar zit er nog één. Hier zit er nog één. Nou, linksonder zit er nog één, maar die komt zo wel. Ladybug, weg. Dankjewel. Voor mij zijn het er maar twee. Dus. Oké. Ik hoor eentje opgegeten worden. Weg, weg. Yes. Blad. Blad. Ladybug, kom op. Yes! Yes! Goud! Yes! Volgend level. Oké, okay, dit level is fucking vervelend. Deze kan ik me nog herinneren van de volledige. Ja, in de volledige versie zeg ik, ja, ik kan me nog herinneren van de demo. En, of van de flash versie. En nou zeg ik het andersom. Hoppakee. Opeten die bende. Hoppakee. Muisjes als eerste, want die kunnen dan gewoon respawnen terwijl ik daarop wacht. Hier komen. Dat kost te veel tijd. Jammer weer. Dit level is wel vervelend, vind ik. Niet per se heel leuk. Waarschijnlijk omdat ik hem al veel gespeeld heb, I guess. Oké, okay, pak die blokjes. En de muis erbij. Zo, zo. Zo. Dit level voelde ook altijd heel lang. Oké. Oké. Yes. Dat was even een hele goede bonus, I guess. Of een combo. Combo, dat is hem. Combo. Is echt goed voor 2006, moet ik zeggen. Pam papadapapam. Papadapapam. Zo. We moeten gewoon die kaas eten. Ik heb nu ook zin in kaas. Dankjewel, game. Yes. Weer een muis. Wanneer komt die gele pijl? Wanneer komt die gele pijl? Ik wil... Nee! Dit kost te veel tijd. Oké. Okay. Maar bijna. Ja! Goud! Fuck jou! Hoe lang denk ik erover? Ah, 5 seconden te lang. Nog een keer, go. Nog een keer. Oké, nog een keer. Kijk, dat kost... scheelt toch weer wat tijd. Flomp. Nog een keer. Wacht, laten we even eerst alles verkennen. Oké, okay, hieronder zit het dobbelste. Oké, okay, laten we daar dan beginnen. Dan zou je gewoon zo, zo en zo. Aan de kant met je muishoofd. Ja, nog een keer. Kijk, zo win ik niet. Aan de kant met je muis. Ja, godsamme. Ik moet er niet elke keer in missen, ding. Als je goud wil winnen, dan moet je wel even perfection doen. Niet deze poep. Kijk eens. Kijk, dit is veel beter. Dit is veel beter. En pak die muis. Hopen dat hij me niet gebeten had. Ik hoorde het namelijk niet goed. Zo. Dat, kijk, dat kost ook weer tijd. Het is toch eigenlijk een halve seconde, maar het kost wel weer tijd. Hoppakee. En nou moeten we beginnen. Nou moeten we gewoon... Zo. En deze. En deze. En die. En nog een pijl. En nog een pijl. En die. En die. En pak die fucking bitch. Yes. Oké. Hoppakee. Oké. Blij dat ik die had, anders kostte dat ook weer tijd. Zo, zo, zo. Weer drie erbij. Oké, okay, we moeten ook even kijken bij welke... Of als we dit niet halen, bij welke grootte we de kaas kunnen opeten. Dat we ook een beetje aware daarvoor zijn. Dat scheelt ook weer tijd voor de volgende keer. Als ik faal. Ah, dat, kijk, dat bedoel ik. Dat kost tijd. Oké. Okay, 13,5. 13, nog steeds 13,5, 13,6, 13,7, 13,9, ik denk 14. Het lijkt me wel echt zo'n perfecte grootte voor kaas eten. Nee, niet. 14,2. Kom op jongens, dit kost alleen maar tijd. Ja! Nee! Dit,
deed dit een keer slechter zelfs. Fuck sake. Oké. Okay. Naar beneden. What the fuck? Wat? Waarom doet hij dat? Stop. Yeah! Oké. Okay. Muis. Ben muis. Kijk, de muizen moeten we even ook focussen. Want de muizen zijn de vervelendste om op te eten. Deze gasten blijven toch stilstaan, dus. Kijk. En als er meer muizen doodgaan, dan spannen er ook gelijk weer nieuwe muizen. Oké. Okay. En nou ook niet meer voor de hoekjes gaan, we moeten een beetje in het midden blijven. Kijk, dat moet ik eigenlijk niet doen. Want hij kan zo uit het scherm en dan kost het me weer fucking veel tijd. Yes. 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 Ja, gaan we lekker aan elkaar zitten en dan spannen we gewoon lekker weer nieuwe. Oké, okay. Daarheen. Ja, yes. Kom op. Ik moet nog 3 centimeter of zo. Dus dat duurt nog even. Hoppakee. Ja, dit is alweer zonde. Ik moest hem daar hebben. Boom, boom. Yes. Hoppakee. We komen al een beetje in de buurt en we hebben nog best wel wat secondes over. Ik denk niet dat ik hem per se gelijk goud ga hebben, maar... Voor mij was het rond 14,5 dat we de kaas konden opeten. Oké. Okay. Ja. Nog een pijltje, nog één. Ja, lekker veel. Yes, oké. Okay. We zijn bijna ready om die fucking bitch te eten. Oh. Ja! Hoe moet ik dat doen? 48 seconden, that's impossible. Nou, die gaan... Hè? Oké, okay, wacht, ik skip even. Even kijken of ik een walkthrough kan vinden. I fucking did it! Oh mijn god, het kostte echt zoveel tijd. Het kostte echt... Oh, een half uur of zo. Niet heel veel per se, maar ik bedoel... Ah, het was ook echt exact op de... Ah, yes! Oké, okay, we kunnen weer verder. Oké, okay, 3, 2, 1 en go. Oh, dit level is ook heel rot. En het is ook vooral heel laggy. Oké, okay, dit is een waardeloze start. Go! Oké. Okay. Go! Yeah, kijk, dat is een betere start. Ik moet niet gebeten worden, dan ben ik fucked. Ah. Altijd, als er een gold in de first try is, kijk, dat scheelt dan heel veel tijd. Dat wil ik heel graag. Oké. Okay. Mijn tactiek is... mijn tactiek was trouwens... volg de ogen. De ogen gaan dus nog... Die hebben gewoon een ranged... Als je de ene... Die kunnen gewoon dingen... Oké. Okay. Die kunnen gewoon van de andere kant van de map kijken. Nou, dat is wel nice. Oh, shit. Hier... 5. That's it. Oké, okay, dit is rampzalig. Dit wordt geen goud, denk ik. Maar, ga het proberen. Die. Yes. Nee, pak dat ding. Katten mogen mij achtervolgen, zolang ze maar niks zelf eten. Dat is prima. Ja, dat was heel zonde. Kostte veel tijd. Zoals je ziet, je hebt echt 3 minuten, dus ik ben echt blij als ik deze goud heb, want dit level is fucking saai. Ik vind dit het saaiste van allemaal. Dus als ik deze goud heb, dan ben ik helemaal blij. Maar daarna komen twee hele satisfying levels. Die heb ik wel zin in. Zo. Oh, kijk, dat zijn lekker veel gatten. Oké. Okay. In de full version had ik echt 30 centimeter nodig om net zo groot te zijn als een kat. Nou, we moeten dus nog 10 centimeter. Yes, oké, die had ik nog net op tijd. Kijk, dit is nou weer jammer, dan duurt het weer zo lang. Oké, nou, die rat mag die hebben. Ja, oké. Nee! Oké, ik denk dat deze niet meer gaat werken, maar we gaan het alsnog proberen. We zijn nu te ver in het spel om het niet te doen. Oh! Die. Hier zijn weer muisjes. Yes! Yes!
En nu gaat de hond mij achterna, for some reason. Gelukkig is dat ding fucking slow. Oké. Okay. Gewoon ratten en muizen blijven eten. Main priority is natuurlijk de kat, maar als de kat echt de andere kant van de map is, dan kan je net zo goed gewoon een paar muisjes eten. Dat is toch weer een beetje groeien. Zo. Pak die bitch. Yes. Yes. Ik heb trouwens, nogmaals, ik heb het geluid echt niet zachter gezet ofzo. Zo staat hij. Ik heb nu gewoon mijn volume op allerhardst. Inclusief OBS dus. Het is een beetje jammer dat het zo zacht is, maar ja. So be it. Jammer dat hij die muis nog net op had, anders had ik die muis ook nog bij. Oké. Okay. Ja, hond. Hoppakee. Een kat. Yes. Oké. Okay. Nog een hond ergens. Honden die vullen wel. Nu gewoon de ogen volgen, I guess. Oké, okay, daar was een hond, maar die is weggegaan helaas. Hond, nice. Op. Ik denk dat we 60 moeten hebben. Hoppakee. Fuck. Wat had ik nodig? Ah, dat was echt by far niet genoeg. Oh, dit man, dit duurt zo lang. Oké. Okay. De beste optie is naar rechts gaan. Of naar links gaan, vind ik. Pak die. 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 Pak de ratten. Go. Gewoon profiteer van het meest van die ratten. Voor mij komt mijn vader thuis. Dan komt een sleutel. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, anders had ik het wel gehoord. En anders had Bowie ook wel geblaft. Dus. Nee, dat bedoel ik nou. Dat is zo zonde. En die hond beet me trouwens ook. Dus ook, daardoor duurde het ook wat langer. Voor mij kreeg je daar best wel een klap van. Oké, okay, hoe? Dat kon heel erg fout aflopen. Klein risico. Maar meestal bij een risico is het. It pays off. So. We gaan het zien. Oké. Okay. Oké, dit vind ik best wel lekker gaan. Zo. Weer een muisje. Ja, ratjes. Oh! Ik hoop dat ik hem niet geraakt heb, want ik hoorde het niet doordat ik... Oh! Zei. Yes, yes. Oh! Boom, 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 boom. Ze zijn ook, de levels zijn ook wel wat meer gedetailed in de volledige, maar dat makes sense. That makes sense. That is very logisch, you know, in the Dutch. How they say it in the Netherlands. Oh! Zo. Oplet op de pijltjes terwijl ik lekker wat muisjes op eet. Boah, kijk, dat vind ik ook weer jammer. Dan kon ik die rat pakken en dan doe ik het weer niet. Zonde. Hoppakee, hoppakee. Hop en hop. Pak die muis. Yes. Hond. Oké, deze gaat wel een stuk sneller. Ik heb nog een minuut. Like. Oké, nu nog 40 seconden. Oh god. Niet naar de tijd kijken, dan ga je van stressen. Oké. Ik heb nu al veel meer honden gegeten dan net, dus dat is wel nice. Goeie zin trouwens. Kom op. Ik ben zo close. Goud! Yes! Yes! En ook by far ook gewoon 1 minuut 36. Come on! Volgend level. Oh, dit level heb ik legit vanmiddag gespeeld op de volledige versie. Alleen meer HD. Oké, hier moet ik nog voorzichtiger doen. Na dit level is het allemaal wel satisfying. Dan komen de satisfying levels. Ik moet gewoon niet geraakt worden door politie of whatever the fuck. Oké, aan de kant. Ja, heel leuk allemaal. Ja, oké. Ah, kijk, dat vind ik nou weer jammer. Godsamme. Oké. Ja joh, rij je eigen personeel over. Ja. Of je collega's. Oh kijk, dit vind ik nou... In de mud! In de mud! Oeh! Zo. Yes. Ja, dit wordt hem sowieso niet.
Goud. Maar even inkomen. Ik ben gewoon blij dat die honden level voorbij is. Voor mij is dat al het moeilijkste om, die is ook wel heel lang. Deze is ook lang. Oké, als deze weg is, dan ben ik blij. Heb ik veel te veel damage genomen al. Misschien wordt dit zelfs brons. Ik denk dat dit brons wordt. Oké, nou beginnen ze een beetje te schieten. Dat is een beetje vervelend. Zo, zo, ja. Oké, zodra ik die paarden kan eten, die rodeo's of hoe, ik weet niet meer, mounties eten ze volgens mij. Oh. Ja, daar is er nog één. Ah! Zonde, kost alleen maar tijd. Mountie, ja, ik weet nog steeds niet wat het is, maar het klinkt als een cowboy, dus. Nee! Pap, we gaan eten. Ja, politieauto. Ik neem te veel damage, ik moet er echt voorzichtig mee zijn. Maar ja, dit is even oefenen, het is first try, dus ja. Oké. Ik weet niet wat ik nodig had om te winnen, maar dit zou het vast niet zijn. Of ik doe echt iets heel... Ze blijven schieten, hè? Heel vervelend. Ik doe toch wel weer damage. Oké, die politieauto's moet ik hebben. Zo. Weg. Weg. En de ogen volgen, en de ogen volgen. Yes. Oké, okay, bosje. 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 Kijk, dat is ook weer heel zonde. En hinderlijk vooral. Oké. Okay. Dit is geen toptijd. But we're still gonna try. En hopen dat dit goud is, dan scheelt me ook weer heel veel tijd. Geen zin hierin. Voor mij moet ik gewoon 5 meter worden. Ik denk dat dat het doel is. Nou, ik ben goed op weg. Stop met mij damage doen. Brons. 1 minuut 3. Wat had ik nodig? Zo. Fucking hell. Even kijken. Hopen dat dit überhaupt gaat lukken. 1 minuut 3. Oh, 1 minuut 37. Go. Ik denk dat ik te veel geraakt werd. Oké, dit is helemaal waardeloos. Kom hier. Oké. Ze moeten schieten en dan, als ze missen, dan moet ik ze pakken. Zo. Zo, ja. Kijk. Dit is hoe het moet. Yes, yes. Yes. Het kan zijn dat ik wat stiller ben. Concentratie en zo. Ah! Vervelend. Nee! Fuck you! Zonde. Pak die fucking motherfucker! Holy shit! Waarom doe je zo moeilijk? Oké. Gaan we komen, je politie? Kan nog. Oh, hij duwde me gewoon uit de map. What the fuck?
Oké, ja, dit wordt hem ook niet. God fucking damn it. Gaat dit nou echt gebeuren? Yes, oké. Kijk, dat was een nice eentje. We zijn nog maar halverwege. We moeten nog een minuut. Ah. Ik neem ook weer veel te veel damage. Stop met mijn damage doen! Holy fucking shit, ik ben boos. Holy fucking shit. Hoe moet je dit doen zonder geraakt te worden? Dat is echt moeilijk. Oké. Hier komen. Pak die. Uiteindelijk is dat gewoon niet mogelijk volgens mij. Ik heb nog maar 3 seconden. Fuck. Ik zie jullie zo als ik dit gedaan heb. Tot zo. Oké, ik ben al zo lang bezig. Ik geef even op voor die. Ik ga lekker door naar deze. Want deze is lekker satisfying. Dus ik kan niet wachten. Ik heb de muziek uitgezet. Wacht even. Zo. Oké. Wat we hier moeten killen zijn auto's. En taxis. En dat gaan we dus nu ook lekker doen. Zo. Maar die politie die schiet me de hele tijd. En ik ben echt gefrustreerd als fuck. Ik weet legit niet hoe ik dat moet doen. Ik moet echt gewoon proberen. Het kan nog een lange dag worden. Maar als het eenmaal lukt, oh, dan ben ik blij. Dan ben ik echt blij. Hallo, tank. Geef me maar zo'n tank. Ik denk dat ik die nu aan kan. Ja. Oké. Ik wil zo'n bosje eten. Als ik zo'n bosje heb, kijk, dan wordt het leuk. Kijk. Hop, hop, hop. Nou, die kan ik niet pakken. Hoeft ook niet. Oké. Kom op. Ik wil zo'n huis eten. Dat is altijd zo satisfying. Wat ik altijd satisfying vond aan het spel. Zijn de huizen opeten. Ja! Yes! Satisfaction! Hoppakee! Hoppakee! Oké, pak die tank. Maakt toch niet zoveel uit. Hop, pak die maar. Pak die maar. Oké. Building. Zo, en pak de 2 flats. Hop en hop. Fuck jou. Ik wil gewoon die gouden medaille. Ik ben zo weer terug. Ik kan het niet. Ik geef op. Ik ga deze weer proberen. Ik ga gewoon alles behalve eentje is dan goud. Prima. I don't care. Waarom gaan die dingen zo vervelend doen? Oké, thanks. Ik ben helemaal klaar met dat level. Ben ik maar een mislukkeling. Eigenlijk weet je wat, fuck it. We doen dit level nog, ik vind hem lang genoeg. Ik heb het geprobeerd en dit heb ik ook allemaal gelezen waarschijnlijk. Oké, go. Go. Dit is echt satisfying, wacht. Ja, in het begin niet, maar uiteindelijk, kijk, uiteindelijk wordt het heel satisfying. En dan zie je dat alles lekker opgepeuzeld wordt. Zo, en je groeit en je groeit. En je groeit fucking... De aarde is officieel opgegeten. Venus is opgegeten. Mars is opgegeten. Mercurius. En ik ben in de zon. Oké. Dan kan ik nog een keer dit doen. Vind ik niet erg. Oké, je kan nog stilstaan. En al. En als kleine secret ding. Ik moet even kijken waar die is. Ik ga toch niet voor een medaille. In ieder geval nog niet. Nee, ik ga niet voor een medaille. Hier ergens zou Pluto moeten zijn. Ik heb alleen geen flauw idee waar. Hier ergens in ieder geval. Is dat Pluto? Nee. Pluto is ietsje groter volgens mij.
Dat is Uranus. Daar is Pluto. Ja, vond ik ook wel een leuke kleine secret-achtig ding. Wel fijn dat die motherships net zo groot zijn als fucking aarde. Venus. Zo'n. Oké, okay. Zullen we even nog even restarten voor een medaille? Gewoon voor... Misschien krijgen we nog een gouden medaille. Zo. Kijk, het was echt geen excuus om dit nog een keer te doen. Oh, het is zo satisfying. Het is zo satisfying. Zo. Einde van de wereld. Huppa. Jij weg, jij weg, jij weg. En dan jij weg. Jij weg. Jij weg. Jij weg, jij weg. Daar. Kijk waar Pluto is. Ik wil Pluto nog even hebben. Pluto! Is dat Pluto? Nee, Pluto is ietsje groter dan wat. Oké, okay. Neptunus. Mothership. Was dat Pluto? Nee. Waar is die? Ah, daar is hij. Dag Pluto. Surely dat... Oh, dat is Saturnus. Jesus. Dat zag er groot uit. Oh! Fuck je mom. Oké, okay. Ik wil gewoon weer Pluto hebben zo meteen, hè. Ik weet niet. Oké, okay, daar gaat hij weer. Oh, oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar oké, dit is best wel matig dat ik, hoe ik dit deed, maar prima. Waar is Pluto? 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 Waar ben je? Ik wil Pluto hebben. Waar is Pluto? Pluto! Yo! Mars, Venus. Mercurius. Ik dacht dat Mercurius de grootste was. Is dat Jupiter? Ik weet niet meer. Asteroids. Doors. Oké. Nou, nah, maar what the fuck? Dat is bullshit. Nee, ik wil weer Pluto. Oké, dat is wel genoeg voor Pluto. Waar is Pluto? 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 Waar is mijn Pluto? Pluto? Pluto hier? Ik wil wel Pluto hebben. Ik moet natuurlijk even er tegen dat ding gaan. Dan kom je hem sowieso wel tegen. Oh, waardeloos. Oké, nog een keer. Even wat eten. Zo. Oké, nu. Waar is Pluto? Pluto! Wauw, dat was snel. Nu wordt er een gouden medaille. Nu wordt er een gouden medaille. Kijk. Mark my words. Mark my words. Oké, hop. Pluto, waar ben je? Daar ben je. Pluto is zo fucking ver weg. Arme Pluto. Voor mij wordt dit trouwens weer als planeet gezien, maar dat weet ik niet zeker. Zo. Daar is nog een planeetje, Mercurius. Die is altijd heel nieuwsgierig. Curious. Oké. Dan niet. Ik weet niet dat Uranus. Ik zit altijd uranium. Uranus. Ik wist niet dat hij ook nog zo'n ring had. Nee. Ja, is Jupiter. Jupiter is de grootste volgens mij, toch? Ja, Jupiter. Dus met die oog. Oh! 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 Zou ik ook wel kunnen eten nu, toch? Nee, nog niet. Kom op.
Kom op, ik kan hem eten, please. Nog steeds niet. Eet hem! Kom op. Geef me zo'n rode pijl. Kom op. Rode pijl. Rode pijl. Rode pijl. Fuck jou dan. Ja, rode pijl. Rode pijl. Ja, is inderdaad Jupiter. Oké, okay, boom. Goud! Yes! Nil it. Oké, okay, dit komt allemaal later. Komt allemaal later. Oh, wauw. Ook gewoon dik goud. Oké, okay, ik vind het geen eens een hele slechte ding. Fuck deze level. En hier heb ik gewoon geen zin in. Dit was de aflevering. Hoeveel leuk, dan like, abonneer. En tot de... Ja, tot deel 1. Doei!